Oké, Rick, dit is de heetste peper ter wereld. Oh, wat pitten! Hey mensen! Welkom bij een nieuwe challenge op dit kanaal. Team Dylan Haags, bijna 1 miljoen abonnees. Oh, het is ongekend. En vandaag zit ik hier met Marcel en met Rick. Ja, wij gaan vandaag de heetste quiz ooit doen. Jongens, kunnen jullie een beetje tegen pittig eten? Een beetje. Een beetje, maar ik weet niet op een schaal van wat wij hier krijgen. Nee. Nou, nee, ik heb heftige dingen voor jullie geregeld. En ik kom er zelf heel goed vanaf, want ik ben vandaag de quizmaster. Oh. Ja. We gaan pepers proeven. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga jullie om en om een vraag stellen. Ik ben eigenlijk een soort van Linda de Mol. De spannende muziek erop. Echt een quiz, weet je wel? Ja. En als jullie de vraag goed hebben, is er niks aan de hand. Dan gaat de volgende een vraag moeten beantwoorden. Mm-hmm. Als je de vraag fout hebt, moet je een peper nemen. En die peper is in het begin redelijk oké, maar wordt steeds heftiger. Nummer 1. Scoville-schaal, dat is zeg maar de pittigheidsgraad van een pepertje. Ja. Dus deze valt wat mee. Die heb je wel eens op een broodje gehad misschien, of op een pizza of zo. Ja. Ja. Nummer 2. Dat ziet er al wat heftiger uit. Een dunne darm. Ja, dat ziet er een beetje uit als een dier bijna. Nummer 3. Dat is gewoon een kleine paprika. Dit is gewoon een jalapeno. Jalapeno. Is het een jalapeno misschien? Ja, volgens mij wel. Ja. Daar heb je ook chips van. Goed verhaal. Nummer 4. Ja, dat is de peper zoals we ze kennen. Ja. Nummer 5. Vanaf dit gedeelte gaat het allemaal straks naar Rick. Ja, ze liggen nu eigenlijk al goed. Ja, denk je neus. Oh ja, als je hier bent, dan wil je die vragen echt goed gaan beantwoorden, want anders word je knettergek. Nummer 6. Hoe kleiner, hoe erger, hè. Oh, dat is wel waar. Ja, je ziet het, hè. Deze is echt al heel pittig. En die ziet er ook al een beetje misvormd uit, dan word je ook al minder blij. Hij is gewoon verkrompen door pittigheid. Ja, precies. Die zit zelf al zo... Ja. Oeh. Nummer 7. Dat is gewoon één keer hapslik weg. Ja. Ik heb gewoon de heetste peper ter wereld, volgens mij, op dit moment. Nummer 8. Oh! Ja, dat wil je niet, jongens. Heb jij een goede levensverzekering, Rick? Nee, moest je dat hebben? Ja. Hij lijkt echt een beetje de grote broer van deze, hè? Ja. Ja, maar Carolina dan Reaper. Nog meer verkrompen, zeg maar. Ja, dit is echt, doe dit thuis niet zomaar na, want het is echt niet normaal hoe pittig dit is. Dit zijn ervaren stuntpittigers. En dit is echt niet normaal. Als jullie je vragen gewoon goed beantwoorden, dan is er niks aan het randje. Let op dat je niet daarna met je handen in je ogen gaat. Of in je neus. Ja, dan word je helemaal gek. Wie wil er beginnen? Nou, Tim! Ja, ik begin wel. Ja? Ja. Hoe gaat het met je? Nee. Hoe gaat de stelling van Pythagoras? A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Ja! Yes! Woo! Nog? Oh. Ik had het niet geweten. Nee, ja, ik wilde bijna ASMC2 zeggen. Het slaat er maar uit. Nee, dat is goed, Rick. Dus dat betekent dat je geen pepertje hoeft te eten. Goh, wat erg. Dan gaan we naar Marcel. Nou. Hoeveel waddeneilanden heeft Nederland? 4. 5. Nee. TV-tas. Dat is het ezelsbruggetje. Dat is het TV-tas. Tessel. Okay. Ja. Dat was het. Dat was het. Neem een lekkere hap, Marcel. Ja. Ja, die moet meevallen. Is het wel iets of is het gewoon... Nee, hier proef ik niet zo... Ja, een beetje, maar niet... Oh. Ja, ja. Dit is wat te doen. Het is nummer 1, hè? Ja. Dan is de eerste peper geconsumeerd. En dan gaan we dus door naar de volgende vraag voor de rare slang. Ja. Wat dat ook is. In welk jaar werd YouTube opgericht? Ja! Als je de datum weet, precies... Dan krijg je een sticker. Wat is dit? Hoe moet ik dat weten? Weet je dat niet? Nee! YouTube... Weet jij het wel? Ja. Wat de hel? Wat hebben jullie geschiedenis gestudeerd? Weet ik veel, 1982? Dat weet ik toch niet? Nee. Ik gok maar gewoon niet. Wat is het? Ik zou zoiets ook gezegd hebben. Wat is het antwoord dan? 1982! 2005. 2005? Dat was gisteren. 14 februari 2005. 2005? Nee, ik dacht echt dat het al in een heel voorstadium aan Nee, YouTube is vrij recent. Oh, okay. Pas nadat wij geboren zijn is dat opgericht. Kom maar met die slang. Dat is een flinke hap ook. Nee, ik hoef echt nul pittigheid. Nou, dat is fijn voor jou. Nee, nu nog steeds niks. Nou, top. Oh, oké. Okay. Ja, jullie zijn wel vrij gevorderd, hè? Jullie eten wel vaker pittig. Marcel, hoe worden bij het bowlen 3 strikes achter elkaar genoemd? Een spare.
een turkey. Oh, ik wist het ook niet, hoor. Spare, dat is als je zeg maar, in twee keer ja. Een strike gooit. Maar dit zijn 3 strikes achter. Maar dat maakt niet uit. Maar ik ga mee in de rang, hè. Dus als ik dadelijk fout heb, weet je wel. Ja, de vraag zal ook niet gemakkelijker worden. Nee, dus, ja, precies. Nou ja, volgens hun was YouTube al een hele makkelijke vraag. Ja. Ze liggen wel op volgorde van moeilijkheidsgraad, ja. Echt? Vraag. Ja. Londen, YouTube. Die is denk ik ook nog wel te doen. Die eet ik gewoon op mijn pizza en alles. Nee, je proef ik ook niks van. Maar je hebt wel eens vaker, wat ik dan hoor van mensen, is dat ze, hoe hoger de Scoville-schaal, dat sommige hetere, volgens de schaal, minder pittig lijken dan een minder hete, zeg maar. Oh ja? Ik weet niet waar dat dan ligt, maar... Ja, maar ja, prima. Hey, heren, wees blij, want jullie zijn er nog lang niet. Het groene hebben we gehad. Ja, nou. Hik. Ja. Hoeveel kanalen heeft Mr. Beast? Wow, dat kunnen er ook echt 80 zijn. Ik denk echt een stuk of 6. Ja! Echt? Ja! Oh! Yes, 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 yes! Ja, dat heb je goed gegooid. Ik zat te twijfelen tussen 6 of 8. Wat moet ik zeggen? Maar ik zei 6. Nice. Heel goed, heel goed. We gaan door naar jou. Hoeveel volgers heb ik op Instagram? Moet hij dat precies zeggen of als nee, je... ja. In duizendtallen. Hoe erg op de hoogte ben je van mij? Ja, niet. 963.000. Nee, volgens mij 910.000 op dit moment. Echt waar? Zo ver zat hij er niet naast. Nee, nee ik had ik ook, misschien. Nee, je zat er niet ver naast, maar je moet wel peper in. Okay. Je zat er ook niet echt bij. De nummer 4. Oh. Die is denk ik wel enigszins pittig. Nee. Wow! We hebben de juiste mensen voor deze challenge trouwens. Straks bij deze. Nee, ik... Ik weet zeker dat heel veel mensen nu al zweet op de volgende. Ja. Volgens mij gaat de grafiek qua pittigheid zo. Zo. En dan... Ja. Ja. Maar dit kun je nog wel weten, hoor. Wat is de echte naam van Kwebbelkop? Voor- en achternaam? Jordi? Jordi. Jordi van of de... Jordi Jansen. Nee, nee, nee. Nee, die ken ik. Dat is hem niet. Ja, ik weet die achternaam niet, joh. Wat is dit? Jordi van Dijk. Jordi van den Bussen. Van den Bussen. Ik had van wel goed. Ja. Ik voel mijn tong wel een klein beetje tintig. Ja? Ja. Nou, daar gaat hij. Ik ben benieuwd hoe pittig die is. Mm-hmm. Mm-hmm. Die proef ik meteen. Nou gaat het... Nou begint het feest. Ja, hier proef ik wel pittigheid. Ja, dan mag je toch hopen, we zijn pepers aan het eten. We zijn inmiddels bij peper 5. Hij bouwt zich nog steeds op, maar niet dat ik moet gaan drinken of zo. Dus, nou, jullie hebben nog geen melk hoeven drinken. Nee. Dat vind ik knap, want we zijn al hier, hè? Ja. Nee, hij bouwt nog steeds op. Ja. Ja, je begint ook wel een klein beetje een glimmend hoofdje te krijgen. In welk jaar vond in Nederland de watersnoodramp plaats? Dat heb jij bijna meegemaakt. Ja, daar heb ik mee geholpen. Toen zat ik in dienst. Echt? Ja. Nee, helemaal niet. 1996. 96. De watersnoodramp. Ja, dit is dit dan... Dit is veel eerder. Weet ik, nee, geen idee. 1953. Laat weten wat je ervaart. Ik ben benieuwd. Ik proef nog helemaal niks. Nee? Wat is er mis met jou? Dat kan toch niet? Wat? Dat kan toch niet, of wel? Nul. Nul? Nul. Jij zegt... Nee, nee, man. Proef maar. Wat gebeurt hier? Waar ben ik in terecht gekomen? Is dit een prank? Ja, is dit gewoon... Huh? Dit is heel zoet. Wat? Ik proef hier ook niks aan. Jullie hebben de schaal net gezien. Ja. Deze is heel zoet. Dit is echt gewoon lekker. Deze is pittiger. Ja, die is best lekker, ja. Ja. Wat is dit voor peper? Ik wil die ook hebben thuis. Nee, nou, we gaan gewoon door. Want nou moet het toch echt een feest gaan worden. Ah, dan ben ik ook meteen aan de beurt. Ah. Oh, mijn. Rick. Hoe heet de eerste video ooit die is geüpload op YouTube? Ja, weet jij het? Ja. Waarom weg? Ik had hem weg, man. Ik heb een vraag gemaakt. Oh. Is het How to YouTube? Nee. Oké. Okay. Me at the zoo. Wat? Hoe? Me at the zoo? Ja, dat was gewoon een guy die in de dierentuin zat. Hey, ik wil wel even jullie erop attenderen dat als Marcel de volgende vraag fout heeft, gaat hij naar de heetste peperteller. Ja, ja. Ik wil daarom ook even... Ik heb hier een sausje, die is gemaakt op basis van Carolina Reaper. Dat is die peper. Moet je even een vingertopje proeven. Dan... Dat is al voorbereiding. Dat is even voorbereiding. En dat is zeg maar nog... Die saus is half zo heet als deze. Ja, doe dat met een pepertje en zo. En dan lik je het van de peper. Hoezo? Hij bijt niet, hij likt gewoon. Oké, ja, dat kan. Want de buitenkant van de peper maakt. Ja, hij is niet zo heel pittig, maar ik heb een hetere saus. Ah, maar die is echt wel f***ing pittig. Ja? Goh, maar ik vind dit nog wel meevallen. Ja, dit voel ik meteen op mijn tong branden. Oh. Ja, weet je, het is niet dat ik... Ja, maar dit is ook die, hè? Is kei lekker. Is zoet. Een beetje zout. Paprika. Duurt altijd even voordat het ophoudt. Nu bouwt het zich wat meer op. Deze, ik voel hem nu... Ja, nu wordt hij...
Heel heet. Deze gaat zeg maar zo. Ja, maar dat heb ik bij die saus ook. Mijn mond zit echt in brand. Massa, ik geef jou nog een extra kans. We sparen je nog even voor deze. Want ik heb nog wat vragen, zie ik. We gaan eerst voor die spelen. Ik heb echt super warm. Onder mijn tong. Onder mijn tong. Dus voor Marcel, voordat we naar de grote stap gaan, we gaan nog eerst voor de kleine jongens spelen. Welke taal spreken ze in Brazilië? Wacht, sorry hoor. Ja, ik zou zeggen Braziliaans, maar dat zou wel te gemakkelijk zijn. Braziliaans? Nee. Iets anders kan ik niet verzinnen. Portugees. Oké, kijk in. Komt hij nu pas? De kunst is om je over te geven, want je kunt niks. Je kunt niks. Dit is echt dat... heel laat ook. Je nam een hap van die en je denkt gewoon van, ja. En nu pas komt hij. Ik vind het wel fijn dat je wat nou gaat doen, dat dit nog moet. Misschien acteer ik wel. Nou, ik zie toch wat tranenoogjes. Ja, deze voel je echt wel meteen. Ja, wacht maar even 5 minuten. Wordt ook lastig met ademhalen. Als je ademhaalt, dan voel je het alleen maar ja, meer. Ja, uitademen. Je moet inademen, dan is het... Oh. Je krijgt het zweet op je neus. Ik wil het niet moeilijk doen, maar jongens, we gaan naar de Carolina Reaper toe. Rick, hoeveel maandelijkse inloggende gebruikers heeft YouTube gemiddeld? Ja, hoeveel naden passen er in het universum? Ja, ik vreet die gewoon op. Niet op, maar ik ken mensen die naar het ziekenhuis hebben gemoeten om zo'n ding te eten. Echt? Zal ik zo laten zien? Ik heb me hier vanmorgen voorbereid, hè? Door een schort aan het kijken. Nee, hier, kijk maar even. Yo, het is nu 9:30 ochtends en ik ben best wel beknepen over het feit dat ik dadelijk de heetste peper van de wereld ga eten. Maar ik ben wel wat voorbereiding aan het treffen. Want men zegt dat als je veel, gewoon kaas en vettig eten eet, of vet eten, dan verzacht dat de pijn dadelijk. Dus ik heb hier wat hamburgertjes met wat kaas en brood. Neutraliseert ook tegen de pittigheid. Hopelijk helpt het. Oké, Rick, dit is de heetste peper ter wereld. Heel veel succes. Dat is ook nog een best grote hap. Wat? Je bent echt gek. Wat is dit? Nou, jullie... Ik proef het niet genoeg, maar het kan nog komen. Maar ik wil wel de ultimate experience. jullie zijn geen mensen. Waarom zit ik dit met robots te doen? Wat is momenteel de meest bekeken video op YouTube? Van dat ei. Nee, de Baby Shark Dance. Oh, wacht. Oh, wacht. Je hebt dat ding bijna opgegeten, Rick. Het bouwt zich nog steeds op. Nou, neem lekker een hap, Marcel, zou ik zeggen. Dan hebben jullie gewoon allebei de heetste peper ter wereld gegeten. Ja. Ja. Valt nog mee, hè? Ja, ik merk nu wel echt dat hij onder mijn tong kruipt. Jullie blijven ook gewoon happen. Dit is echt niet gezond. Ja, wat pitten! Doe helemaal! What the... Is dat hem? Dit is echt niet gezond. Dat is hem. Ik voel het echt aan mijn ademhaling, hè. Oh, Rick, joh! Ja, je gaat hem wel voelen nu, holy mama! Even een duimpje omhoog voor deze heren, respect hoor. Ja, geef maar een duimpje omhoog op mijn video voor deze heren. Nou! Je moet zeg maar constant melk in je mond houden. Ja! Oi. Maar jongens, jullie hebben gewoon de heetste peper ooit. Vanaf hier begon het! Dus jongens, man. Volg Rick en Massa ook even op Instagram, TikTok, whatever. Linkjes staan in de beschrijving. En hartstikke bedankt voor het meedoen aan deze leuke quiz. Graag gedaan. Later! Klik op de afspeellijsten en tot de volgende keer maar weer. Later!